Onderwijsminister Eppo Bruins lijkt bakzeil te moeten halen bij zijn voorgenomen bezuinigingen van 2 miljard euro op het onderwijs. Een groot deel van de oppositie dreigt tegen te stemmen in de Eerste Kamer, waar de coalitie geen meerderheid heeft als Bruins zijn plannen niet bijstelt. En daarover wordt nu al dagenlang achter de schermen gesteggeld. Of dat gaat lukken, moet de komende week duidelijk worden. En bij mij aan tafel Casper van den Berg, voorzitter van UNL. Welkom. Dat is de Belangenvereniging van de 14 Universiteiten van Nederland. En Eliane Dumoulin, ook welkom. Gedeputeerde in Limburg en onderwijs zit in uw pakket. Laten we beginnen. We hebben er al veel over gehoord. Maar toch, de basisvraag aan u allebei. U bent lid van de partij BBB, zit in het kabinet. Voor u geldt, u bent lid van de VVD, dus de lijnen zijn, neem ik aan, kort. Waarom, mevrouw Dumoulin, zijn deze onderwijsbezuinigingen in uw provincie volgens u onacceptabel? Nou, de onderwijsbezuinigingen samen met de plannen die sowieso nog op de rol staan voor het mbo, het hbo en de universiteit, die zijn rampzalig voor onze provincie. Het heeft te maken met het feit dat wij en een krimpregio zijn en een grensprovincie. Bij ons is het volledig normaal dat we de grens overgaan en dat mensen van over de grens ook naar Limburg komen, ook om te studeren. Als je naar de markt gaat in Maastricht, daar wordt gewoon Duits, Nederlands, dialect en Frans door elkaar gesproken. Dus dat zie je ook terug, zeg maar, in de populatie van de mensen. Hoeveel mensen komen er uit het buitenland studeren, bijvoorbeeld bij de Universiteit van Maastricht? Wat is het percentage ongeveer? Nou, ongeveer 60% komt uit Duitsland. Want daar zegt bijvoorbeeld Pieter Omtzigt over, in de verkiezingscampagne zei hij dat ook, daar moeten we echt mee ophouden. Met al die buitenlandse studenten, het slaat nergens op, wij subsidiëren ze. Waarom zegt u dan toch tegen dit kabinet, ja, we hebben ze nodig? Omdat wij een euregionale arbeidsmarkt hebben. Mensen uit de euregio, zeg maar, dat zijn geen, voor ons, zeg maar, zijn dat geen buitenlanders. Dus daar hangt de label internationaal aan. Maar dat zijn mensen die in onze regio komen studeren en ook vaak in onze regio blijven werken. Ja, Casper van den Berg, ik zeg het er nog maar een keer bij. VVD, uw partij, wil dit ook. Waarom zegt u tegen uw partij en andere partijen, het moet niet gebeuren? Nou, de universiteiten vinden deze bezuinigingsplannen heel erg onverstandig, omdat ze heel erg schadelijk zijn voor de Nederlandse economie, schadelijk voor de samenleving. Als we kijken naar het regeerprogramma, waarin 85 keer het woord innovatie gebruikt wordt als de oplossing voor alle grote opgaves, een beetje waar Nederland voor gesteld wordt, dan is dat denk ik heel terecht. Maar het laatste wat je dan moet doen is 1 miljard structureel bezuinigen op het onderwijs, op onderzoek en op innovatie, want op die manier kom je er niet. Waarom zegt u dat zo expliciet, innovatie 85 keer, staat het in het regeerakkoord? Is het dan een lege huls? Je zegt het wel, je onderstreept het, maar je doet het niet? Nou, wat we zien is inderdaad, heel vaak wordt dat woord genoemd op allerlei beleidsterreinen. En niet alleen maar in het regeerprogramma, ook bij monden van de bewindspersonen. Als het gaat over klimaatbeleid, als het gaat over hoe we de arbeidsmarkt hervormen, als het gaat over de arbeidsproductiviteit die in Nederland stagneert, de groei daarvan die stagneert, dan is altijd innovatie de oplossing daarvoor. En dat is ook heel erg waar, hè. Dat zeggen we ook niet alleen maar in Nederland. Dat zegt bijvoorbeeld ook het gezaghebbende rapport van Draghi in Europa. Iedereen is ervan overtuigd, als Europa mee wil blijven doen, maar dus ook als Nederland mee wil blijven doen in de wereld, dan moeten we radicaal investeren in hoger onderwijs en in innovatie. En heel veel landen om ons heen doen dat ook. Behalve wij. Wij nemen een andere afslag. Ja. Mevrouw Dumoulin, als je kijkt naar wat er aan brieven is geschreven in uw provincie, door collega's van u, door uzelf, door de commissaris, door het bedrijfsleven, door burgemeesters, brandbrieven aan het kabinet. Wat levert dat op? Welke reactie krijgt u daarop? Nou, in ieder geval, we hopen te bereiken dat men snapt dat wij in Limburg in een andere situatie zitten dan in de Randstad. Wij willen in ieder geval zwaar onderstrepen dat we gewoon maatwerk moeten hebben voor de situatie in Limburg. Wat gebeurt er als je die bezuinigingen doortrekt voor Limburg? Wat zou dat betekenen voor de provincie? Nou, er zijn diverse onderzoeken geweest, maar één onderzoek is door universiteiten en hogeschool gedaan. Die hebben over de volle breedte van de economie gekeken wat het effect kan zijn. En dan zie je eigenlijk dat in die volle breedte ongeveer 4.000 tot 4.500 banen verloren kunnen gaan. Wat op termijn leidt tot een verlies, zeg maar, van de omzet, de economie van Limburg, van 1 miljard per jaar. Ja, dat is per jaar? Dat is dramatisch voor Limburg. Want we hebben het over 2 miljard bezuinigingen. En u zegt, als je dit doorzet, dan kost je dat alleen aan Limburg 1 miljard euro per jaar. Over de volle breedte. Hè? Dus dat gaat ook over mensen die bijvoorbeeld in de horeca werken. Of over de volle breedte van de economie.
zie je dus dat dit het effect gaat zijn. Wij hebben 76% grens met het buitenland en maar 24% grens met het binnenland, met Nederland. Dus wij zijn gewoon, ja, die grens is gewoon voor ons. Is cruciaal, zeg maar, dat wij daar maatwerk voor krijgen. Ja. Zeg, u bent uitgekozen door BBB. U was een beetje de verrassing in Limburg, hè? Dat u gebeld werd. Ook voor uzelf, geloof ik, hè? Als gedeputeerde, toch? Ja, maar goed, ik hou van mijn provincie. Dus, nee, maar dat snap ik. Maar wat ik eigenlijk wilde vragen aan u... heeft u telefoonnummer van uw voorvrouw, van Caroline van der Plas? Want u kunt dat natuurlijk gewoon melden aan haar. Van, ben je nou maar gek geworden? Wat doe je? Nou, we hebben goed contact, zeg maar, op alle fronten in onze partij. En wat ik heel erg sterk... niet met Caroline, ik heb wel met Claudia gebeld. En wat heel Claudia. Sterk is, mevrouw Van Zanten... Ja. Wat heel sterk is, vind ik, is dat de BBB voor maatwerk... voor dat ze in ieder geval voor de excuus voor de regio staan... regio die getroffen wordt, elke regio telt. Ik denk dat dat hartstikke sterk is. Maar de bezuinigingen zijn er nog niet vanaf. Wat denkt u eigenlijk? Want er wordt, dat weten we nu, onderhandeld. En er zijn oppositiepartijen die hebben gezegd... Oké, je krijgt onze stem in de Senaat. Mm-hmm. Maar dan moeten van die 2 miljard 1,3 miljard euro onmiddellijk er vanaf. En ik geloof dat GroenLinks en PvdA die willen dat het hele bedrag van tafel gaat. Hè? Hoe staat het met die eis van 1,3 miljard? Wat hoort u achter de schermen? Gisteren was er VVD-partijcongres. Dus misschien heeft u wel wat gehoord daar. Nou ja, afgelopen week is natuurlijk de behandeling van de begrotingswet in de Tweede Kamer geweest. En aankomende donderdag wordt er gestemd in de Tweede Kamer over deze begrotingswet en andere. Dus de tijd is heel beperkt. Op dit moment zit het in een impasse. Tegelijkertijd de speech van Dylan Jessergus gisteren op het congres... die gaf ook wel aan van het is tijd om te gaan geven en nemen... Nederland bestuurbaar houden... en dus in gesprek gaan met de oppositie... over hoe we samen uit deze impasse kunnen komen. Put u daar hoop uit, uit die opmerking? Ik put daar wel hoop uit. Want als je zegt dat je Nederland bestuurbaar wil houden... dan betekent dat dus dat je niet... op die blinde muur in de Eerste Kamer af wil gaan rijden... waarin deze begroting, zoals die nu is, afgestemd zal worden. Zeg, u zat in de Senaat voor de VVD, daar bent u uit. Als je het hebt over, en Jessel zal het niet van niks zeggen... Nederland bestuurbaar houden. Hoe staat het ervoor eigenlijk met alles wat er gebeurt in dit kabinet? Wat is uw beeld? Nou, mijn beeld is vooral dat men samen probeert verder te komen... maar dat het wel een worsteling is. En het is niet het... wat je er van de buitenkant van ziet... het is niet het meest prettige kabinet waar men in samenwerkt. Zeg het dus wat preciezer, want u bent wel heel eufemistisch nu. Nou ja, ik ben in september uit de Eerste Kamer gegaan. Dus de binnenkant daarvan, die zie ik niet. Nou, dat hoeft ook niet, want alles komt meteen naar buiten. Ja, zo is het. Wat is uw oordeel? Nou, ik heb daar geen oordeel over. Als ik kijk naar de begroting van OCW... dan zitten daar gewoon hele problematische aspecten in... die ook op heel veel van de ambities van dit kabinet zelf... ons helemaal niet verder gaan brengen. Eliane Desmoulins, aan u dezelfde vraag. Limburg staat erom bekend. Gastvrijheid, gezellig, je praat met elkaar. Met deze blik, met dat perspectief, hoe kijkt u dan naar dit kabinet? Ik roep iedereen op en ik hoop dat iedereen gewoon gezond verstand gebruikt. Maar ik zit hier als bestuurder van Limburg... Dat vind ik belangrijk, zeg maar, om aan te geven... dat wij door deze maatregelen die nu in de orde zijn... gewoon heel hard geraakt worden, substantieel harder geraakt worden... dan andere gebieden in Nederland. En dat wij dat maatwerk nodig hebben, zeg maar... om een vitale onderwijsinfrastructuur in mbo, hbo en wo te behouden. En ik hoop in ieder geval dat signaal echt heel goed overkomt in Den Haag... zodat we daarmee door kunnen, zeg maar, om te bouwen aan de kennisacademie in Limburg. U heeft de onderwijsminister Eppo Bruins op bezoek gehad in oktober in Limburg. Kon u toen al zaken doen? Wij hebben getracht, zeg maar, om hem heel duidelijk te maken... dat Limburg toch anders is dan Amsterdam, Den Haag en Leiden. Om hem het gevoel te geven, zeg maar, door in Zuid-Limburg te zijn... wat het is, zeg maar, om met de Duitsers en de Belgen en de Walen gewoon... samen te werken. We zijn bezig, of de universiteiten zijn bezig... om te kijken dat je een trinationaal curriculum kunt vormen. En daarover zijn ook de gesprekken gevoerd, zeg maar, met dus de minister. Nederland, België, Duitsland samen. 1 programma, lesprogramma's voor studenten uit al die 3 landen. Ja, dat je op 1 plek kunt wonen, maar tegelijkertijd in 3 landen tegelijkertijd kunt studeren. Ja. Dat vergroot enorm je kansen, zeg maar, voor de toekomst. Zit die mentaliteit eigenlijk ook in u? Want u bent boerendochter.
uit Zuid-Limburg. Maar spreekt u de talen? Spreekt u makkelijk Duits? Ja, natuurlijk. Ik spreek meertaligheid is gewoon. Vanzelfsprekend. Dus wat u betreft is dat helemaal geen goed idee natuurlijk dan om die talen om de buitenlanders te weren. Want het zijn voor u de buren en ze horen erbij. Kijk, een voorbeeld. Als ik met de Vlamingen, met de Walen en de Duitsers in een overleg zit, de Duitse Belgen, de Duits sprekende Belgen, dan spreken ze Engels onder elkaar. En dan spring ik Engels mee. Dus wat ik wil aangeven is dat die meertaligheid bij ons een gegeven is. Het is normaal. En van daaruit worden wij substantieel harder geraakt, los van het feit dat wij ook nog een grens- en een krimpregio zijn. Dus dat maatwerk is wel heel erg belangrijk over de volle breedte van de onderwijsinfrastructuur. Ja, ik denk dat de casus van Limburg een hele belangrijke is om daarin ook het inzicht te krijgen van hoe regio's geraakt worden. Maar dat geraakt worden, dat geldt zeker in sterke mate voor Limburg, maar geldt ook voor andere gebieden zoals Twente, voor de drie noordelijke provincies, voor Zeeland. En ook in de Randstad betekent als inderdaad deze bezuinigingen doorgaan en daarbovenop nog dus die hele grote inperking van de instroom van buitenlandse studenten, dat betekent dat een aantal universiteiten bijna niet meer levensvatbaar zal zijn en zelfs ook in de Randstad een aantal faculteiten gewoon het hoofd niet meer boven water kan krijgen, dan is dat einde verhaal. De indruk bestaat dat de onderwijsminister Eppo Bruins er niet mee onderhandelt. Ja, ik zit daar niet bij, dat weet ik niet. Maar wat het feit is eigenlijk, dat hij beleid voorstaat. Hij probeert een begrotingswet erdoor te krijgen die 1 miljard structureel gaat bezuinigen. Terwijl we weten dat de kosten daarvan voor de samenleving op langere termijn 5 miljard zijn. Dus het is goedkoop is duurkoop. Je probeert op de hele korte termijn probeer je wat geld voor de schatkist te bewaren. Terwijl op de langere termijn we die prijs met de hele samenleving gaan betalen. Dan tot slot Eliane Dimoulin. Wat is uw oproep aan dit kabinet, aan uw eigen partij, maar ook de andere drie coalitiepartijen, in de scherpst mogelijke bewoordingen? We hebben maatwerk nodig, anders is het rampzalig voor Limburg. En u? Doe het niet. Voor elke partij geldt, kijk naar je eigen motto. Voor BBB is dat elke regio telt. Daar moet je op deze manier geen invulling aan geven. Voor NSC is dat goed bestuur. Eerbiedig dan de bestuursakkoorden die 2 jaar geleden voor een looptijd van 10 jaar zijn afgesloten. En voor de VVD gaat dat over als je goed schatkistbeheer voorstaat en als je ruim baan wil geven voor het innovatieve bedrijfsleven, doe dit dan niet. U vergeet de grootste partij, de PVV. Ja, daar heb ik minder contact mee. Met de andere drie is het makkelijker. Okay. In Limburg hebben we een gesprekwoord en dat heeft op het moment dat je iemand iets toewenst of dat je hoopt dat het op termijn goed komt, dan zeggen we in Limburg, kom goed. En dat durf ik in deze casus niet te doen. We wachten af. Donderdag het debat. Veel succes. Ontzettend dank dat u hier wilde zijn. Casper van den Bergen en Eliane Dimoulin. Dank u wel. Graag gedaan. Bedankt voor het kijken. Vond je dit een goed gesprek? Vergeet je vooral niet te abonneren, een like of een comment achter te laten. Dat kan natuurlijk ook. Many times when there is a legitimate criticism against the policies of the government of Israel, they tend to frame it as anti-Semitism.